voorstuwen en tegenwerken. Nou, er werken hier verschillende krachten. De kracht van de wind, die meneer die staat tegen de wind in, die blijft stilstaan. Zwaartekracht, dan kun je parallelogram maken en dan krijg je zo zeg maar het gewicht. En er werkt ook een kracht omhoog, een spierkracht. En de som van de krachten is 0 newton, want hij blijft stilstaan. En dat is wat we nu gaan bekijken. We zien hier een wielrenner. Om vooruit te komen oefent hij een spierkracht uit, stuwkracht. Maar er zijn uiteraard ook tegenwerkende krachten. Er zijn er 3. We hebben wrijving van de lucht. En die moet hij zo klein mogelijk maken. Door gestroomlijnd te zitten bijvoorbeeld. Kleren die niet veel wapperen. Er is uiteraard ook wrijving in de tandwielen. Die de beweging in de ketting zeg maar. Dus we hebben 2 krachten die werken nou tegen. En er is nog een derde, hij moet zijn banden natuurlijk ook heel erg hard oppompen. Dan is er minder rolwrijving. Dus de rolweerstand is de derde tegenwerkende kracht. Nou, wat zien we hier? De stuwkracht en de wrijvingskrachten zijn even groot. En als hij dan al beweegt, blijft zijn snelheid constant. Dus de resulterende kracht is 0 newton. Zijn snelheid blijft constant. Maar het kan ook dat hij stilstaat en als er dan kracht vooruit werkt en een kracht tegen die even groot is, dan blijft hij stilstaan. Nou, dat is de eerste wet van Newton. Dus de resulterende kracht 0 newton is, staat een voorwerp stil of beweegt hij eenparig. Hier zien we een trein. 5000 newton naar rechts en 5000 newton naar links. Dus de kracht van de locomotief aan de wrijving bijvoorbeeld. Dan is de netto kracht 0 newton en je raadt het al, hij staat stil, als hij al stil stond, of als hij bewoog, blijft hij met constante snelheid bewegen. Hier werken 2 krachten in dezelfde richting. Dan mag je ze bij elkaar optellen. En dan heb je een resultante van 10.000 newton naar rechts. Hij beweegt niet alleen naar rechts. Als er een resulterende kracht is in de richting van de beweging, gaat hij versnellen. Samengevat. In deze situatie zie je dat de resulterende kracht naar rechts in de bewegingsrichting groter is, dus hij versnelt. In deze situatie is de voortstuwende kracht en tegenwerkende kracht even groot. Als hij al bewoog, blijft hij met een constante snelheid bewegen. Kan ook dus constant stilstaan. En in dit geval gaat hij niet achteruit. Als hij al naar rechts bewoog, dan zal zijn snelheid afnemen. Als hij stilstaat en dit gebeurt, gaat hij natuurlijk wel achteruit.